Goedemorgen, dit is het weerjournaal van Weerplaza.nl. Vanochtend veel een lage bewolking boven ons land, maar in de loop van de dag gaat vanuit het zuiden de zon op steeds meer plaatsen vaker doorbreken. Vanochtend de meeste bewolking en soms ook wat nevel in het noorden van het land. In het zuiden van het land breekt de zon af en toe al door en dat allemaal bij een temperatuur rond 8 graden. Vanmiddag dan schijnt op meer plaatsen de zon. En in het noorden blijft het nog wel lang bewolkt. Daar ook temperaturen rond de graad of 10. In het zuiden van het land, waar de zon meer schijnt, wordt het maximaal 15 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Die komen verspreid voor. Maar opnieuw ontstaat wat nevel en komen ook lage wolken voor. De grootste kans op nevel is in het noorden van het land. En daar koelt het ook af naar een graad of 4 uiteindelijk. Morgen een herhaling van Z. De dag start grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon vaker door. De temperaturen een stuk hoger dan vandaag: 16 tot lokaal maar liefst 20 graden. Woensdag wordt het dan iets minder zacht, met 14 of 15 graden. Later op de dag ook meer bewolking en kans op wat regen of een bui. Donderdag en vrijdag blijven we in de dubbele cijfers. Het blijft grotendeels droog en de wind die draait naar het zuiden en wordt meest matig. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.